Ja, Delft breidt de opvangcapaciteit voor alleenstaande minderjarige asielzoekers dus uit met een nieuwe opvanglocatie. Mm-hmm. En het biedt niet alleen veilige en zelfstandige opvangplek voor jongeren, maar kan ook later gebruikt worden voor alle asielzoekers. Ja. En wat vindt u hiervan? Ik denk dat het heel goed is dat Delft dan ook meer ruimte gaat bieden. Ja. Het is jarenlang niet gelukt en ik ben blij dat die stap nu genomen wordt. Ik denk misschien hebben we allebei een andere mening. Ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat Delft zo vol zit. We hebben een studentenstad, dus het is al heel veel met jongeren. En ik behoor toevallig tot de groep ouderen. En je krijgt als ouder het idee dat je een beetje een soort weg wordt gedrukt. En zeker in het verkeer met de fietsen en zo. Veel valpartijen. Dus ik zou het heel jammer vinden. Dus los van het feit dat het asielzoekers zijn, daar gaat het niet om. Maar gewoon überhaupt wat er allemaal nog meer in Delft komt wonen, daar ben ik niet zo heel blij mee. Dus je vindt dat Delft eigenlijk gewoon een beetje te vol is? Dat is eigenlijk dat wat ik bedoel. Ja. En wat vindt u ervan? Ja, ik ben het daar op zich wel mee eens, maar ik denk dat elke stad een steentje bij moet dragen aan het asielbeleid of opvang. Dus ik ben helemaal niet op de hoogte in hoeverre er al opvang is in Delft. Maar ik vind sowieso dat elke stad er wel iets aan moet doen. En als dat het enige is, dan denk ik dat dat gewoon moet. Maar als wij al andere dingen hebben, dan zou ik zeggen niet te veel. Ik vind het helemaal goed en mijn mening is dat geeft die mensen een plek en zorgt vooral voor goede aandacht en verzorging en ze verdienen dubbel en dwars. En vindt u het goed dat Delft zich hiermee bezighoudt? Denkt u dat het ook te maken heeft met de nog steeds geldende spreidingswet? Ik ben eigenlijk van mening dat we sowieso ons best moeten doen om gastvrij te zijn naar iedereen die hier wil komen wonen. Ik vind dat heel moeilijk om daar eigenlijk over te beslissen. En ik denk ook dat de ene stad meer ruimte heeft om iets te plaatsen dan de andere. Natuurlijk is het wel leuk dat je dan denkt van je moet allemaal wat doen. Maar de ene stad heeft meer ruimte dan de andere. En nogmaals wat ik al zeg, de studenten kunnen ook al niet aan een woning komen. Dus hier is het al een probleem. En dan wordt het probleem alleen maar wat je wordt wel zomaar in de opvangcentrum. Ja, jawel, maar die mensen niet moeten ook in allemaal huis naar buiten. En die moeten ook allemaal recreëren, boodschappen. Dat klopt. Dus alles is al voller. Dus dat is het. Dat is mijn mening. Maar ja, dat is wel duidelijk. Ik hoop allebei. En de spreidingswet juich ik ook toe. En ik vind het een schande wat de VVD ons allemaal aandoet en dat torpederen. Ik stel voor, je mag het best wel lokaliseren. Misschien niet door het hele land, maar zet het dan wel goed in. En niet alleen ter Apel belasten en bieden. En maak het dan ietsje ruimer. Zo moeilijk is dat niet. Er is ruimte. Er zijn zat alle kantoorgebouwen leeg en benut die. Nou, laten we u maandag.